Zo, kijk eens wat een mooie zalm. Ja, dit is dan een hele zalmzijde. Ga ik straks mijn motor van snijden. Ja, ik hou ontzettend van zalm. Vind ik echt ontzettend lekker. En jullie schijnbaar ook, want gezien het aantal weergaven op mijn zalmvideo, ja, vind ik dit ook ontzettend lekker. Die video is veruit het meest populair. Dus we gaan er vandaag ook weer wat mee maken. Vandaag zalm op z'n Japans. Zalm teriyaki. We gaan de zalm in de oven bakken met een laagje van sojasaus en honing. Echt een teriyaki saus. En dat wordt echt ontzettend lekker. Ja, en ik weet dat ik in mijn vorige video vertelde dat zalm niet van nodig heeft. Zalm hoef je eigenlijk alleen met peper en zout en dillen te bestrooien. Even bakken aan beide kanten en dan is het klaar. En dat is ook zo. Dat is ook ontzettend lekker. Maar ik ga er toch even wat extra's mee doen. En ja, je zal zien dat wordt ook ontzettend lekker. Voordat we die zalm in de oven gaan doen, gaan we eerst het sausje voorbereiden. We maken 2 teentjes knoflook even fijn en we raspen een stukje gember. Gember kan je gewoon, als je het gaat raspen, kan je het gewoon met schil en al, kan je het gewoon even raspen. Doen we in een steelpannetje 3 eetlepels lichte sojasaus. Je kan Japanse gebruiken, ik gebruik hier Chinese light sojasaus. Allemaal prima. Maar als je maar geen ketchup of zo gaat gebruiken, dat past hier niet helemaal bij. Ik knijp er het sap van een halve limoen in uit. Ik doe de knoflook en de gember die we net hebben geraft, doe ik erbij. Drie eetlepels water voeg ik toe. En 3 eetlepels honing. We gaan er 2 eetlepels van die lichtbruine bastardsuiker gaan erin. Het is wel een zoet sausje zoals je merkt. Ja, zoetzuur hè, met die limoen erbij en dan het zout van die sojasaus erin. En breng dat dan even aan de kook. En laten we het een paar minuutjes koken tot de suiker helemaal is opgelost in de saus. En intussen zet ik de oven op 200 graden. Je kan even voorverwarmen. Naast de saus heb ik een steelpannetje verhit. En daar rooster ik een laagje sesamzaadjes in het pannetje. Nou, de saus gaat er al een beetje inkoken. En een klein beetje water in een bekertje. Dat gaan we door je saus heen roeren en dan wordt het wat dikker. Je ziet er zoveel maïzena bij dat je de gewenste dikte hebt bereikt. Dan gebruik ik ook maar gelijk mijn Japanse kochtmes. Hartstikke mooi. Bij AliExpress. Goed, mijn mondje dicht. En dan ga ik even een paar mooie zalmmotoren snijden. Nou, ik heb toch een heel groot stuk. We zijn met z'n vieren, dus we gaan niet helemaal eten. Maar ik kan wel een lekkere grote zalmmoot afsnijden natuurlijk. Zoiets per persoon. Hè? Mij wel lekker. Het is wel lekker om de bodem van de ovenschaal even in te vetten met wat chiliolie. Ik ga even net uit in een bakkwastje. Je moet sowieso even invetten of je nou zonnebloemolie of olijfolie gebruikt. Nou, het is zonde als die zalmmotoren gaan vastplakken. Ik strooi er wat zeezout op de bodem. En dan ga ik die zalmmotoren in die ovenschaal leggen. En dan mag je met hetzelfde bakpasje mag je die zalmnoten insmeren met de saus die we net hebben gemaakt. En dan hou ik nog een klein beetje over om er overheen te smeren
als ze net uit de oven komen. Maar je mag het wel lekker royaal mag je het insmeren. En dan zetten we de schaal met zalm na 10 minuten in de voorverwarmde oven. En dan is het na 10 minuten klaar. Dat ziet er wel lekker uit. De saus die je nog over hebt in het pannetje kan je aan tafel erbij geven als extra saus. Nou, dan hebben we hier de sesamzaadjes die we hebben geroosterd. Die strooien we zo een beetje eroverheen. Wat gehakte bosui ringetjes. Nou, en dat ziet er schitterend uit. En het gerecht is simpel, gezond, lekker. Wat wil je nog meer? Ideaal voor als je 's avonds thuis komt uit je werk en je hebt geen zin meer om uitgebreid te koken. Dan is het een ideaal gerechtje hoor. Dat is even een stukje proberen hoor. Nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar dit is weer ontzettend lekker. Ja, het is altijd lekker, sorry. Nou, het is wel een toevoeging, die teriyaki saus bij die zalm. Het maakt het heel iets anders, dat wel. Maar de zalm die is ontzettend zacht, lekker van smaak. Het sausje, dat voegt echt wel toe. Nou, super. Heel lekker is dit om te eten met bijvoorbeeld kurkuma-rijst en wat roergebakken broccoli. Het recept voor roergebakken broccoli en kurkuma-rijst kun je vinden bij het recept van de zalm. De link naar het recept vind je onder deze video. Ga het dus ook even proberen. Dus eigenlijk, zoals je hebt gezien, is het zo gemaakt. Laat even weten wat je ervan vindt in de reactie onder deze video. Geef een duimpje omhoog en tot volgende keer. Doei!